Op het eerste gezicht zou je zeggen, hey, alle stelsels bewegen van ons af. Betekent dat dat er een soort van explosie geweest is en dat wij het centrum van die explosie zijn. Nou, dat is iets waar wij sterrenkundigen sinds Copernicus helemaal niet van houden. Want die heeft ons laten zien dat de aarde is helemaal niet het centrum van het hele heelal. Wij zijn maar een doodnormale planeet die om de zon draait. De zon staat in de buitenwijk van onze melkweg. Er is eigenlijk helemaal niks bijzonders aan de aarde. Dus het zou eigenlijk heel raar zijn als wij op een of andere manier het centrum van het heelal zouden zijn. Nou, waarom bevinden wij ons niet in het centrum? Hè? Eigenlijk, je zou eigenlijk nu zeggen van, nou ja, volgens mij zitten wij hier mooi in het centrum van het heelal. En waarom, daar houden wij filosofisch niet van. Nou, je krijgt namelijk hetzelfde effect als je het heelal een schaalvergroting hebt. Nou, heb ik hier dit voorbeeldje voor gemaakt. Ik heb hier even allemaal een vlak met witte puntjes gemaakt. En die puntjes, dat zijn allemaal verschillende melkwegstelsels. Wat doen we nou? We laten het heelal vergroten. Dus we laten het uitdijen. Ja, en hoe ik dat gedaan heb, ik kopieer dit gewoon naar een grotere schaal. En dan zie je hier, ik heb het even rood gemaakt, dat al die puntjes, al die melkwegstelsels zitten nou verder van elkaar af. Nou, wat gebeurt er nou? Nou kunnen we even net doen. Dus dit is op tijdstip 1 en dit is dan later op tijdstip 2. En tussen die twee periodes is dus het heelal uitgedijd. Dan gaan we even net doen alsof wij met onze zon, de aarde rondom de zon, in dit melkwegstelsel zitten. Ja, dus we nemen dit als referentiepunt. En we leggen dan deze twee dingen over elkaar heen. Dat is wat ik hier doe. Ja? En dan zie je, natuurlijk, hè, wij blijven op hetzelfde punt zitten. Dus het rode en het witte puntje liggen hier precies over elkaar heen. Maar we zien dat het nu lijkt alsof alle andere puntjes, alle andere melkwegstelsels van elkaar, van ons af bewogen zijn. Hè? En het verschil in positie hier, dat is een maat voor de snelheid. Hoe verder je van ons melkwegstelsel afkomt, hoe harder ze van ons af bewegen. Dus die schaalvergroting van ons heelal, die uitdijing van het heelal, die geeft precies de wet van Hubble, zonder dat wij op een speciaal punt in het heelal zitten. Want we kunnen namelijk niet dit als referentiepunt nemen, maar dit punt. Ja, dan gaan we hier, en dan veranderen we natuurlijk deze plek niet, en dan krijg je exact hetzelfde effect. Ja? Dus waar je ook in het heelal zit, je krijgt altijd de wet van Hubble en je lijkt in een soort van het centrum te zitten waar alles van ons af beweegt.